Ja, het is een bijzonder somber uiteinde van de laatste werkdag voor het V&D-personeel. Er zijn 4 vestigingen in Overijssel, Zwolle, Deventer, hier in Hengelo en Enschede. Je schat dat er bij elkaar toch wel 600-700 man werken. Ja, en die hebben te horen gekregen aan het eind van de middag dat hun bedrijf definitief failliet is. Zat er natuurlijk aan te komen, maar de klap zal er uiteindelijk niet minder om zijn. Voor de Laplaces lijkt het de toekomst redelijk positief te zijn. Er is er ook een aantal van in Overijssel, bij alle V&D-vestigingen en ook een aantal losse. Daar is al eerder animo voor getoond om dat over te nemen. Maar de V&D en de mogelijke doorstart daarvan zal toch een stuk moeilijker zijn.